als je continu bijgeluiden hoort, dan word je daar onbewust door vermoeid. En als je louter en alleen de stem hoort, dan is dat ook het enige waar je op hoeft te focussen. En ook een stuk eenvoudiger, voor mij persoonlijk bijvoorbeeld. We hebben eerst gekeken van, kunnen we het probleem oplossen door de omgeving aan te passen? Door geluidsisolerende maatregelen te nemen. Maar dat leverde niet voldoende resultaat op. En toen zijn we gaan zoeken naar kijken of het probleem bij de headset lag. Nou, in feite hebben we gezegd van, we gaan andere headsets gebruiken dan die we testen, dan we nu gebruiken. En vanuit die test hebben we door allerlei adviseurs laten doen. Die hebben hun eigen testprogramma's gemaakt. We hebben al die gesprekken teruggeluisterd. En van daaruit kwam naar voren toe van dat de headset die we nu hebben, Sennheiser headset, het beste uit de test kwam. En daar waren ook de adviseurs het meest enthousiast over. Contact met de klant wordt iets makkelijker, omdat toch de ruis en dat af en toe bij de oude headset vond ik wel dat het geluid soms wel eens wegviel. Dat je nu toch beter met de klant in contact blijft en dat de kwaliteit van het geluid is gewoon beter. Je kunt elkaar beter verstaan. Overdags, als ik niet aan het bellen ben, zet ik hem gewoon op het dockingstation, zeg maar, om hem op te laden. En aan het einde van de dag doe ik hem in mijn koffer die in een locker gaat. En daar heb ik alleen toegang toe. En die haal ik de dag daarna, als ik weer kom werken, haal ik hem weer op.